Nederland. Landgenoten, in deze tijden van oorlog en crisis, waar velen verdreven zijn van huis en haard, van oost tot west en van noord tot zuid, wil ik u waarschuwen en tevens een hart onder den riem steken. Wij worden namelijk als natie verscheurd door de acties van sommige sujetten en vlegels in ons vaderland, die zich bezigen met wat wij in onze koninklijke kringen met één mooi woord benoemen, namelijk grensoverschrijdend gedrag. Dit is niet, landgenoten, dat wij wederom door den vijand overlopen worden over onze grenzen, doch het uitermate vlegelgedrag in ons eigen vaderland te pas en te onpas wordt uitgeoefend door sommige sujetten. Landgenoten, wat is grensoverschrijdend gedrag? Als God het wil, zal ik u uit mijn eigen memorie een voorbeeld geven uit mijn eigen koninklijke leven. Op een prachtige zonnige lentedag, terwijl ik op mijn koninklijke domeinen aan het oefenen was voor Prinsjesdag, werd ik wild aan mijn bontjas getrokken door een jonge stalknecht. Hij sleurde mij de bosjes in en betastte op zeer onpasselijke wijze mijn appeltjes van Oranje en tevens mijn adellijke edele delen en siste onkeurse voorstellen in mijn eigen koninklijke oren. Dit, landgenoten, is een voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag. Het was een verrukkelijke... Het was een verschrikkelijke ervaring. Een ander voorbeeld. Een mijner hofdames heeft een foto ontvangen met een afbeelding van dit voorwerp. Ter waarschuwing heeft zij deze foto boven haar sponde, boven haar bed gehangen, zodat zij nooit zouden vergeten welke gruwel haar aangedaan is door den vlegels. Landgenoten, mocht u of een van den uwen een dergelijke ervaring meemaken, schroomt u dan niet om het mijn adjudant te melden, zodat hij passende maatregelen kan nemen tegen deze sujetten. Landgenoten, waar ter wereld u zich ook mogen bevinden, laat de ster van Bethlehem over u schijnen en ik wens u en de uwen een gezegend kerstfeest en als God het wil een gelukkig nieuwjaar. Ik heb gezegd. Leve de koningin!